allemaal, welkom terug bij een van mijn filmpjes. Vandaag ga ik weer mijn haar verven. Als eerste wil ik heel even claimen dat ik geen professional ben. Ik verf gewoon mijn eigen haar. En ja, dan weten jullie dat. Heb je nog verder vragen of iets, dan kun je dat altijd hier beneden achterlaten. Maar check eerst even de beschrijving. Want de meest gestelde vragen worden in de beschrijving beantwoord. Want daar staat even een tekstje met wat ik het liefst gebruik, hoe ik mijn haar bleek en allemaal zulke soort dingen. Dus ben je daarin geïnteresseerd, check dan eerst de beschrijving en dan staat het er niet bij, stel dan een vraag. Nu was er een actie bij Attitude Holland dat je er 4 voor de prijs van 3 kon halen. Dus ik heb dat meteen gedaan, want verf is gewoon natuurlijk best wel prijzig om te halen. Alleen, ik wou dus wat nieuws proberen. En dit is de roze kleur... Wat? Wat is er? Echt waar? Maar het is deze roze kleur van hun Pinkissimo. Pinkissimo. Zo gespeld. Focus. Het is de eerste keer dat ik deze kleur gebruik. Dus ik ben heel benieuwd hoe die blijft zitten en alles. Daar kan ik verder nog niks over zeggen. Voorheen verfde ik mijn haar met Hot Hot Pink van Manic Panic. Ben ik erg over te spreken. Bevalt deze maar niet, dan maak ik deze product gewoon op. En ga ik weer terug naar Manic Panic Hot Hot Pink. Ik had vandaag een dagje vrij. Ik ben naar Arnhem geweest. En ik heb even lekker gewinkeld. Want dat had ik een tijd al niet meer gedaan. Volgens mij denken mensen op mijn kanaal best wel dat ik echt een shopholic ben. Dat ben ik niet. Tuurlijk hou ik echt ontzettend van shoppen. Maar die video's die jullie kijken lopen vaak een hele tijd achter. En ja, omdat ik zo ver voorloop kan ik dus makkelijk soms een extra shopvlog er tussendoor gooien. Omdat ik die al eerder heb opgenomen. Dus het is niet alsof ik achterlijk veel winkel. Maar dat komt gewoon door het uploadschema dat ik heb. Mijn haar had het nog niet heel erg nodig om weer gekleurd te worden. Het was al wel... aan het vervagen. Alleen het was nog niet echt hard nodig. Maar ik wil morgen even een paar video's opnemen. En ik wil dan niet dat mijn haar er dan niet mooi uitziet, zeg maar. Maar die actie van Attitude Holland is dus nu niet meer op hun site als je dit uploadt. Maar hun hebben wel vaker acties dat je goedkoper verf kan krijgen. Dus hou dat in de gaten. Ik hou dat zelf ook heel erg in de gaten. Want ja, haarverf is natuurlijk best een duur grapje als je zo'n kleur hebt. Want je moet het echt vaak bijwerken. Tenzij je haar makkelijker is, zeg maar. Maar bij veel mensen moet je het echt één keer... Het ligt er ook aan welke kleur. Paars is bijvoorbeeld best wel lastig. Roze wel makkelijker. Maar sommige kleuren moet je dus één keer in de week of één keer in de 2 weken. En sommige één keer in de 5 weken. Dus dat is wel chill. Maar stel je voor dat je één keer in de week je haar moet verven. Dan is het best een duur grapje om telkens verf te kopen. Dus zulke acties zijn ideaal. Dus ik raad het ook echt aan om per actie te leven. Nou, in ieder geval proberen. Zeg maar, soms moet je wel gewoon verf kopen. Omdat dat het bijna op is. Maar met zulke acties, weet je, dan dat is super chill. En ik dacht, nu is het ook leuk om een andere kleur roze te proberen. In verband met dat het nou een stuk goedkoper is. Dus verder is er op dit moment eigenlijk niet zo heel erg iets bijzonders wat ik jullie kan vertellen. Ja, ik wacht op de foto's in ieder geval van de fotoshoot. Ik weet niet of die video natuurlijk nu al online is, maar ik wacht er nu op. Ik had dus een fotoshoot gehad. Als jullie dat verhaal willen horen, dan moet je even naar mijn vorige haarverffilmpje, want daar vertel ik erover. Maar ik heb er dus gefilmd. En ik wacht alleen nog zeg maar op het resultaat. En dan kan ik de video in elkaar zetten en online zetten. Het leek me wel leuk een keertje. Een ander soort video. April wordt voor mij heel erg druk. Dat wil ik al eventjes tegen jullie zeggen. Want in april heb ik het heel druk met school. Met een voorstelling van school. En met de eindvoorstelling van mijn stage. Ik probeer extra vooruit gaan werken voor april. Puur omdat ik dan weet dat ik echt begraven word. En weekenden niet thuis ben. En soms tot 00:30 s'nachts bezig ben. Dus dan wordt filmen een beetje moeilijk. Dus ik ga proberen ver vooruit te werken. Maar het kan zijn dat sommige weken dan in plaats van 2 video's in de week het naar 1 video in de week gaat. Maar ik ga mijn best doen dat jullie er eigenlijk niks van merken. Dus dat is mijn doel. Dus het kan zijn, en dan spijt het me heel erg, dat er af en toe 1 video minder is. Maar ik ga mijn best doen
dat het gewoon niet verandert. Dus ik moet hard werken voor jullie, maar ik vind het ook heel erg leuk. En ik hoop dat jullie het ook niet erg vinden als er een keer een video mist. Maar dat is dan puur omdat ik het heel druk heb. Want wanneer was dat? In januari volgens mij had ik het ook op een gegeven moment ontzettend zwaar met school. Maar jullie hebben er niks van gemerkt, behalve als je me op Instagram volgde. Want daar heb ik wel eens gezegd van ik weet niet of het lukt met de video's. Maar ik heb er toen voor gezorgd dat het gewoon een normaal, zoals altijd zeg maar, woensdag of dinsdagavond en zaterdag. Mijn uploaddagen zijn. En niemand had er ook wat van gemerkt, dus dat was super chill. Ook dit staat meestal bij de haarverf op de achterkant of bij de tips op de site. Dat je eventjes je haar doorkamt terwijl de curve in zit. Nou, het zit erin. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nu een tijdje wachten en dan ben ik zo bij jullie terug met het eindresultaat. Zo, het zit erin zoals je kan zien. Ik heb het er ongeveer 2 uur in laten zitten. Het staat mooi roze. Verder kan ik natuurlijk niks zeggen over de verf nog. Aangezien het de eerste keer is dat ik ermee heb geverfd. Maar in mijn volgende video dat ik mijn haar ga verven, zal ik wel laten weten hoe de verf me is bevallen. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op de knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doei!